Het is toch zo zonde dat wij niet samen kunnen gamen. Ja, dat vind ik ook. Dat ik elke keer maar gewoon Weekend League aan het doen ben en dat jij dan jezelf moet vermaken. Ja, en als je geen Weekend League speelt, dat je dan Pokémon speelt. Dit vind ik een persoonlijke aanval. Ja. Maar gelukkig heb ik daar iets leuks op bedacht. Want ik, jouw sugar daddy, toch wel, heb hier keiharde flappen die jullie eigenlijk bij elkaar hebben gespaard door mijn video's te kijken. Dus dankjewel daarvoor. Blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet vooral om te abonneren als je nog niet hebt gedaan. En uiteraard ook voor alle vieze, smerige mannetjes staat Lieke haar Instagram ook weer in de beschrijving. Kunnen jullie weer allemaal gaan lopen gluren, hè? Vieze puberteiten mannetjes. Goed. Hey, deze keiharde flappen. Flappen. Die wij eigenlijk hadden gepint voor de schoonmaakster in het bankzittershuis. Ja. Dus die krijgt ze, ja, schoonmaakster nu alsnog eigenlijk. Nee. Dit zou natuurlijk wel heel veel per uur zijn als je de 20 euro... Jij krijgt deze 20 euro en jij mag daar een spelletje voor kopen. En dat gaan wij in deze video spelen. Hoe je het koopt maakt mij niet uit. Online, offline, bestellen, digitaal. Search het lekker uit. Ik spreek je over een paar dagen in de video. Ja. Niet in het echt. Dat zou natuurlijk een hele rare relatie zijn die we dan hebben. Dan moet je nu de deur uitlopen. Een soort van, oké, ik ga... Hey. Ik ga een spelletje kopen, dag! Wel je jurk goed, ja. Oh, tot ziens, maat. Nee. Veel plezier. Nou, kan ik weer lekker Pokémon gaan spelen? Oeh. Schat, jij hebt iets gevonden. Ik heb iets... Je hebt iets gekocht. Je hebt een parel heb je gevonden en meegenomen. Waar is dat van? Een parel, Daniel Adams, toch? Dit weet ik niet. Dit weet ik niet. En dit is zeg maar het moment waarop jij dan zegt, oh ja, ik heb... Ja, nee, het was niet ik, het was de goedheilige Sint-Nicolaas. Dat zit in je schoen. Wat leuk. Wat leuk. Het is... Lego The Avengers. Die heb je nog niet. Nee, die heb ik inderdaad nog niet. Laten we hem snel opstarten. Dat voor slechts 19,98. Haha, wat een koopje. We hebben nog 2 cent over. Nou, daar gaan we wat moois voor kopen. Nou, weet je, die mag je houden. Beleef je favoriete momenten uit 6 Marvel films in klassieke Lego-stijl. Ja. Dat is wel veel, zeg. Ja. 6 films. Ik ben zeker een kwartier in die winkel geweest om, om deze met nog 2 Marvel-spellen te vergelijken. Welke ik dan eigenlijk leuker vond. Dat is dus het leuke van jou. Keuzes. Ja, keuzes is... Die zijn lastig. Dat kan ik niet zo goed. Oh. Oh, dat is een beetje spannend. Dikke vette huts. Als je het eng vindt, moet je maar gewoon mijn hand vastpakken. Dit lijkt echt op een PlayStation 2 spel ook. Maar welk jaar komt dit? Oh, 2016. Het valt eigenlijk wel mee hoe oud het is. Nee, maar PlayStation 3, de PlayStation 4 is echt al heel veel ouder dan 2016. Ja. Oh. Oh, dit is een nette film is dit. Wow. Oh, ja. En dan hebben ze die geheime basis van Hydra. Hydra, toch? Nee, dat is goed. Er liggen ook allemaal kippenpoten, man. Dat is wel eigenlijk geniaal. Dat ze dachten, oh, we moeten een spel maken. Maar er zijn eigenlijk alleen kinderen die dat spelen. Laten we het dan gewoon met Lego doen. Want dan is het namelijk... Voor maar 7 jaar en ouder. Terwijl als we het doen met echte mensen en bloed en dit alles. Mensen die vliegen en dat niet overleven lijkt me. Ja, dan is het niet meer voor 7 jaar en ouder. Oh, nu ben ik al dood. Huh. Huh. Je moet er overheen. Ga naar boven. Oh. Ik misschien een aanloop. Niet. Misschien rennen. Ja. Huh. 12 seconds later. Ah, oh, zij springt er overheen. Dit is oprecht nog best wel lastig voor een kinderspel. Oh, hey, teamwork. Wat goed. Teamwork. Wil jij spelen? Ja. Zo. Ojo, hij is gek, hè? Hij is helemaal knettergek. Oh. Daar kan je niet overheen. Ik denk dat je die wagen kapot moet maken. En dan staat er bij die A, bij die Avengers, daar moet je iets doen. Ga dan opzij. Oh, oh. Huts! Hoe moeten kinderen dit weten van 7? Oh!
Captain America. Yeah, Thor. Oh mijn god, kan ik dat ding weghieten? Het is even dood gewoon. Weet je wat ik wel hinderlijk vind? Dat Captain America ertussen gaat staan. Ja, wil je dood? 20 minutes later. Zo. Hij is gek, hij is gek. Oké, misschien moeten we dat doen. Ja, eroverheen vliegen. Hoe doe je dit nou? 1 hour later. Ik ben echt helemaal klaar met dit kutspel. Je kan er niet overheen. Oké. Oh, god, wat een kutspel. Leuk spel. 3 hours later. Ik wil hier liever mijn controller van door de kamer heen yeeten dan van die Weekend League. Nee, maakt niet uit. Dit hoeft niet, zeg maar. Dit hoeft niet. Yo, hey, ik ben er klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Ik ben er echt helemaal... Stel, hier vragen ze geld voor. Hey. Gewoon weer wachten daar. Nee, ik zet iets in elkaar. Ja, weet ik, maar hoe dan, zeg maar? 2 hours later. Daar liggen weer dingen te springen, dus misschien moet je daar weer staan omdat tot iets miraculeus in elkaar gezet wordt. Het is fijn dat ze daar ook ooit gewoon een soort uitleg hebben gegeven. Ja. Hey, als er dingen op de grond liggen, dan is het Lego, dat kan je in elkaar zetten. Godverdomme, een spel. Level voltooid, vrij spelen ongrendeld. Oh, dan kunnen we samen. We zijn 53 minuten bezig geweest met het eerste level. Nou, time flies when you have fun. Ongekend. Oh mijn god. Er zijn er zoveel. Ja, schat, weet je wat jij moet doen? Je neemt het spel lekker mee naar huis. En dan... Stam ik ook kapot. Dan ga je lekker thuis lekker verder spelen, hè? Ja. Ja, ik denk dat niet alleen ik, maar de mensen thuis ook wel een goed beeld hebben gehad van hoe fantastisch dit spel is. Echt leuk. Echt een aanraad. Waarom gaat het niet weg? Ja, omdat je... Jij wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje. Kutzooi.